Vrouwen komen van Venus en mannen van Mars. Vrouwen kunnen multitasken, dat kunnen mannen niet. Ach god, het woord multitasken over de laatste 15 verschillende keren. Een geleerd woord te gebruiken voor management assistant, multitasker. Op 19 april is het Management Assistant Day, in de volksmond beter gekend als Secretaressendag. Lilian Poelings was 40 jaar lang de rechterhand op het deurwaarderskantoor Smeets in Sint-Truiden. Nu is ze sinds enkele maanden met pensioen, maar springt met plezier nog eens binnen bij haar ex-werkgever. Ja, de beslissing om te zeggen ik ga ermee stoppen heb ik ten andere ook anderhalf jaar in tijd. Maar ze komt dan nog regelmatig binnen. Komt nog regelmatig binnen. Vroeger noemde dat gewoon bediende of secretaresse. Wat al op zich een benaming was voor in feite gewoon de werknemer. Want in onze branche dan vooral is het vooral administratief werk. En ja, de baas ondersteunen. En proberen dat het kantoor zo vlot mogelijk werkt en dat alles op tijd klaar komt. Lilian werd 2 jaar geleden nog uitgeroepen tot Management Assistant van het jaar. En vorig jaar ging Nathalie Graller met de eer lopen. Oh, voor mij betekent het eigenlijk heel veel. Dus het is een enorme schouderklop en een enorme erkenning van je werk natuurlijk. Het geeft je een enorme boost en het is een enorme erkenning voor je werk. Ja. Nathalie verdient na de aantal jaren werken hier bij eTalentis, verdienen zij zeker om genomineerd te worden voor Management Assistant of the Year. En anderzijds natuurlijk, zij doet vandaag in dit bedrijf binnen eTalentis zeer goed haar best en ze heeft absoluut een toegevoegde waarde binnen dit bedrijf. Om het beroep wat extra in de kijker te zetten, organiseert werkgeversorganisatie VOCA jaarlijks de Management Assistant Day. Die manager kan het niet alleen en daarom heeft die mensen rond zich nodig. Een heel belangrijke schakel in het hele verhaal van de manager, van de CEO, is de management assistant. Ik vergelijk het soms een beetje met de kabinetchef van een minister. Een minister is wel het gezicht van een onderneming of van zijn ministerie of van zijn partij. Maar het is ook de kabinetchef die een en ander een goede baan leidt. En daarom willen we elk jaar weer, en dit jaar op 19 april, die management assistant in de bloemetjes zetten en hen een hele leuke avond bezorgen. Binnen de school van VOCA werd ook een netwerk van management assistants opgericht. Wendy Weert van Ewas Cargo Care trekt de kar. Het is eigenlijk een netwerk van allemaal management assistants die kennis en ervaringen met elkaar willen uitwisselen. Wij komen een 5-tal keer per jaar komen wij samen en behandelen wij diverse topics eigenlijk. Dat kan gaan van een bedrijfsrondleiding tot iets actueel, bijvoorbeeld social media, cloud computing hebben we laatst gedaan. Dat is hoe jij wilt. Jij zit nu ook nog op kantoor. Het is altijd leuk om een lotgenoten, om het zo even te noemen, te ontmoeten en op die manier ervaringen met elkaar uit te wisselen. Want een functie als management assistant, daar sta je enerzijds kort bij de directie, maar anderzijds toch ook kort bij de medewerkers. Je bent zo'n beetje de brug tussen de medewerkers en de directie. Kunnen we even de post nog doorlopen? Ja. Oké, perfect. Een secretaresse werd in de loop der jaren een management assistant. Een naam die het beroep een beetje meer eer aandoet. Het takenpakket is dan ook allround. Ja, bijvoorbeeld dat ik zorg als onze directeur naar het buitenland gaat dat de vluchten goed geboekt zijn, dat hij online ingecheckt is, dat de hotels geboekt zijn, dat de adressen in zijn BlackBerry staan, zodat hij weet waar dat hij overal moet zijn. Ook dat zijn afspraken gemaakt worden. Ja, het zijn ook natuurlijk andere dagen, de andere taken, de communicatie met de medewerkers. Bijvoorbeeld, dat zijn ook dingen die moeten gebeuren in naam van de directeur en dat neem je dan ook een... voor je rekening eigenlijk. Uitnodiging, netwerk, de scheepvaart. Mag je daarvoor inschrijven? Ja, 13e, dat wordt wel natuurlijk. Ja. Ik zie mezelf eigenlijk een beetje als de draaimolen van eTalentis. Dus bij mij komt alles binnen qua administratieve taken. Alles wat betreft onze 40 medewerkers. Van personeelsadministratie naar administratie van onze vloot, materiaalplanning, verlofplanning. En ik zorg eigenlijk dat iedereen binnen eTalentis en ook naar onze zaakvoerder toe vlot verder kan naar agendaplanning, agendabeheer. Dus dat iedereen eigenlijk zijn taak
taken en zijn werkzaamheden ten volle 100% eigenlijk kan benutten. En dat is de management assistant huidig is niet meer de secretaresse van vroeger. De management assistant neemt effectief deel aan het dagdagelijks beleid, leiding van het bedrijf. Management assistant is een heel groot woord, gelijk ik al zei. Gewoon voor iemand die probeert van zowel 's morgens een kop koffie te zetten als te zorgen dat de baas op tijd zijn afspraken nakomt. En te zien dat als hij terug op bureau arriveert, dat het grootste deel van het werk gebeurd is zonder dat hij er al te veel heeft moeten bij stilstaan. Ik vind het persoonlijk heel belangrijk in die zin van het is uw geheugen, het is uw agenda, het is uw buffer naar andere personen toe. Ik heb trouwens heel veel werk op de baan, dus binnen het kantoor is het mijn belangrijkste figuur die moet zorgen dat alles loopt wanneer ik er niet ben. Er zijn toch een aantal vacatures nieuwe binnengekomen. Mm-hmm. Ze zijn goed beschreven en staan allen op de website. Ja, ja. Dus alles staat volledig up-to-date gepost. Ook zowel dus eigenlijk op onze website als via andere kanalen en dergelijke. In vele zaken heeft zij een leading rol, zal ik maar zeggen. Neemt zij echt de verantwoordelijkheden. Ik noem nu maar een autodossier bijvoorbeeld. Zal zij met de leasemaatschappij echt de gesprekken opstarten, de onderhandelingen voeren. En natuurlijk challengen met mij over welke richting gaan we verder uitgaan. Een management assistant brengt geen mogelijkheden meer, maar brengt oplossingen. Nu dat je geen probleem. Mag ik u iets vragen? Ja, geen probleem. Ik ben de hulplijn, dat weet je. Ja. Vertrouwen is een sleutelwoord binnen de relatie tussen baas en management assistant. Vertrouwen, ik heb dat ondervonden in de loop van de jaren, is dus essentieel. Hoe langer dat je elkaar kent, hoe beter dat je op elkaar kunt inspelen. Ja, ik ken haar al van inderdaad 40 jaar geleden toen zij bij mijn vader werkte. En ik kende haar als een te vertrouwen persoon, als een zeer goede kracht. Dus iemand die de zaak kende. Ik mag mij gelukkig achter dat ik terug op haar ben kunnen vallen om hier het werk verder te doen. Dus. Zij is toch ook naar de medewerkers, collega's toe een vertrouwenspersoon als het ware. Waar zij dingen neerleggen, vragen stellen. Uiteindelijk heeft ze toch een erg ondersteunende taak. Ik wil eigenlijk dat onze medewerkers altijd bij mij terecht kunnen voor eender wat. Dat kunnen vragen zijn over loon, maar dat kunnen ook dingen zijn waar dat zij zelf persoonlijk mee zitten, dingen die op hun maag liggen. En ik vind het toch heel erg belangrijk dat zij een vertrouwen in mij hebben om toch onderling op een normale manier met elkaar te kunnen praten. Dus. Wil je als bedrijfsleider je assistent of assistente in de kijker zetten, dan kan je nog altijd inschrijven voor de Management Assistant Day. Dat kan nog tot 10 april en het is heel eenvoudig. We vragen aan de manager zelf om ons in 10 lijnen te vertellen waarom zijn of haar Management Assistant die titel verdient. En op basis van die dossiertjes bepaalt een jury dan wie de uiteindelijke Management Assistant van het jaar wordt voor Limburg. Meer info over het event vind je op deze website.